Aan tafel dus professor Thomas Hertog. Ineens wereldberoemd zou je kunnen zeggen, want deze week werd bekend dat de Engelse wetenschapper Stephen Hawking vlak voor zijn dood waarschijnlijk nog een zeer belangrijke wetenschappelijke erfenis heeft nagelaten. Wat bleek? Samen met Thomas Hertog voltooide hij 2 weken voor zijn dood een artikel dat mogelijk nieuw licht werkt op Hawking's voorspelling dat er bij de oerknal niet 1 universum is ontstaan, maar wellicht veel meer. Het artikel wordt nu door de redactie van het tijdschrift Physical Review Letters gecheckt, voordat ze tot publicatie zullen overgaan. Dat zal al gebeuren, denk ik. Is dit misschien een belangrijke nalatenschap? Misschien wel de belangrijkste, de wetenschappelijke wereld? Kan in ieder geval niet wachten. Straks graag Thomas een beetje uitleggen of helemaal uitleggen waar het over gaat. Eerst, want het is natuurlijk bijzonder om samen te werken met z'n tweeën aan zo'n belangrijke publicatie en samen te werken met een van de belangrijkste, grootste wetenschappers van deze tijd. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? 20 jaar geleden, in 1998, ik mocht op sollicitatiegesprek bij Hawking na mijn studies in Cambridge. Dit was in Cambridge? Dat was in Cambridge. Ja. En dus ik nam afspraak en Hawking had een heel simpel systeem. Hij nam elk jaar 1 doctoraatstudent aan. En het ene jaar ging dat over de oerknal en het volgende jaar ging dat over zwarte gaten.